Dimitri en Roxanne zijn in augustus 2017 trotse ouders geworden van hun zoon Valeni. Valeni heeft de ziekte van Pompen. Dat houdt in dat zijn spieren steeds zwakker worden, wat uiteindelijk als gevolg kan hebben dat de hartspieren en de ademhalingsspieren worden aangetast. De ziekte is wel eigenlijk heel bijzonder, ook heel uniek, want het zijn maar 2 kindjes per jaar die ermee geboren worden. En ja, helaas is Valeni daar 1 van geweest. Maar de cijfers zeggen dat het 1 op de 150.000 kinderen is. We merkten thuis al dat hij moeite had met drinken. Daar deed hij heel erg lang over. En je merkte op een gegeven moment dat hij niet de mijlpalen haalde die de normale kinderen halen. Het stel ging na de geboorte van hun zoon door barre tijden. Maar nu zien ze zichtbare vooruitgang bij Valeni. Ja, we hebben gelukkig de kritieke fase achter de rug. En mogen nu gewoon genieten van de positieve ontwikkeling die hij meemaakt. En dat is wel een beetje hoe wij dat nu, hoe we er nu in staan. We gaan nu 1 keer per week naar Rotterdam, naar het Sophia Kinderziekenhuis. Dan krijgt hij een infuus, ERT heet dat, enzymvervangingstherapie. En dat is eigenlijk het enzym wat hij dus mist. Dat krijgt hij dus via infuus toegediend. En het is belangrijk dat hij dat elke week krijgt in een bepaalde dosering, afhankelijk van zijn gewicht en zijn lengte. En nou ja, dat is eigenlijk het enzym wat hem nu in leven houdt. Oh, yeah! Goed zo! Nou ja, dit zijn dus dingen die we eigenlijk spelenderwijs de hele dag proberen met hem te oefenen. Nou ja, zo doen we eigenlijk stap voor stap. Elke week krijgen we dan weer bepaalde tips vanuit de fysio en dan gaan we dat oefenen in de praktijk. Nou ja, kijk, eerst was hij helemaal slap. Had hij helemaal geen spierkracht, dus toen kon hij amper überhaupt bewegen, zeg maar. Lag hij eigenlijk alleen maar stil in bed. En nou ja, daarna is eigenlijk door de therapie zijn de spieren weer enigszins krachtiger geworden, waardoor hij nu dus dit soort dingen kan laten zien. De ouders van Valeni organiseren op 8 maart een benefietdiner in het Novo Hotel. Zo hopen ze geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Pompen. Zodat ze het snel kunnen herkennen en daardoor snel kunnen starten met de behandeling. Ook hebben ze een stichting opgericht om meer aandacht te vragen voor de ziekte. Ja, wat eigenlijk begon met een benefietdiner organiseren, is eigenlijk steeds groter aan het worden. In zover dat we dus meerdere doelen willen bereiken. Eén daarvan is dus een stichting opzetten omdat die nog niet bestond. En met de stichting eigenlijk veel meer kunnen betekenen dan dat er nu ook al is eigenlijk. Wat we weten is dat deze ziekte te behandelen is. En dat het de enige spierziekte in Nederland is die te behandelen valt. Maar wat het vooruitzicht is en wat ze wel kunnen, niet kunnen, dat is nog een beetje een vraagteken. En dat zijn ze aan het onderzoeken.